Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 17 maart. In het zuiden van het land valt lichte sneeuw en ook in het midden dwarrelt er hier en daar nog wat sneeuw naar beneden. In het noorden is er wat ruimte voor de zon. Het is erg koud. De temperatuur ligt rond de min 2 graden vanochtend, maar er zat wel een vrij krachtige tot harde noordoostenwind. Die maakt het voor het gevoel een stuk kouder. Overmiddag blijft die wind gewoon doorstaan. De temperatuur ligt dan zo rond het vriespunt. In het zuiden vriest het 1 of 2 graden. Wel wordt het geleidelijk aan op de meeste plaatsen droog en dat geldt ook voor vanavond. Vanuit het noorden komen er dan wat meer opklaringen. De temperatuur ligt vanavond rond de min 2, maar nog steeds voor het gevoel is het een stuk kouder. Morgen overdag zijn de zonnige perioden. Die komen vanuit het noorden langzaam maar zeker het land binnenschuiven. In het zuiden is er eerst nog meer bewolking. De maxima liggen in de middag rond de plus 1. Ook maandag flink wat zon, dan wordt het een graad of 4 en staat er al wat minder wind. En dinsdag en woensdag is er een afwisseling van bewolking en zon, waarbij er op woensdag wel een paar buien kunnen vallen. De temperatuur die gaat verder omhoog. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.